Vandaan vleiskeuren? Ja, vleiskeuren is eigenlijk al heel lang. De slagers, waar we er vroeger veel meer van hadden, er zijn er nu nog maar twee, maar vroeger waren er wel 7 of 9 of 11. Die lieten voor de kermis, maakten ze de etalages mooi en de toonbanken mooi, zodat de mensen konden kijken voor de kermis waar ze voor de kermis het vlees gingen halen. Dat is eigenlijk op initiatief van Vrienden van Huissen. 9 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Het was een vraag van toenmalig burgemeester Persoon. Om dat op te pakken. Nou ja, dat hebben we gedaan. En het wordt eigenlijk steeds ruimer. Maar we willen niet vergeten waar het eigenlijk om begonnen is. En dat, is, of, nou ja, dat zijn de slagers. Daarom kiezen we er ook heel bewust voor om het beginpunt en het eindpunt bij die slagers te laten zijn. We zijn begonnen op het Van Wijkplein bij Slagerij Buurman en we eindigen bij Slagerman. Oh, oh, zijn lusten en vrouw, wat mag je me nou? En volgend jaar dan is het 10 jaar vleiskeuren nieuwe stijl. We kijken er ook erg naar uit dat de markt dan opnieuw ingericht is. Of het marktplein. En daar verwachten we toch ook wel iets van. Want ja, het is nu een beetje een stille hoek. Maar goed, als de HEMA daar komt en het wordt allemaal wat mooier aangekleed, dan verwacht ik daar heel veel van. En ik merk ook bij de ondernemers in Huissen dat het doemdenken een beetje voorbij is. En nu nog het mooie weer? Vanavond was het niet zo'n heel mooi weer, maar het viel eigenlijk mee en de opkomst was toch redelijk goed. Oké, okay, bedankt en succes nog. Dankjewel. Oh, hoe komt erbij? Ja.